Op het eerste oog ziet deze boom er gezond uit, maar als we hem goed onderzoeken, blijkt hij toch hol te zijn van binnen. Er zit een zwarmaantasting in en ik kan de prikstok helemaal in de boom laten verdwijnen. Dus dat betekent die boom is binnen helemaal hol of slap. Dat wil nog niet zeggen dat deze beuk op het punt van omvallen staat, want na wat klopwerk blijkt hij verder wel vitaal. Dat klinkt anders dan de zeker sterke aanlopen hier die gezond zijn. Deze boom moet dus alleen goed in de gaten worden gehouden. In het stormachtige weer van de afgelopen week zijn veel takken afgeknapt. Volgens de boomspecialist kunnen mensen ook preventieve maatregelen nemen, zoals deze boom hier is gestut. Er is ooit een stuk uitgehaald, hij groeit om de hoek, heeft opgaande delen, een zware tak. Een hangende tak moet niet altijd worden afgezaagd, want dat kan de boom juist beschadigen. Als je hem afzaagt, dan krijg je een hele grote snoeiwand vlak bij de stam. Snoeiwanden die rotten vaak een stuk in en de boom kan het niet goed afsluiten. En als een holte ontstaat, dan kan het in het ergste geval tot breuk van de hele boom leiden.